In de volgende zaak ziet u hoe twee overvallers hun tanden stuk bijten op de beveiliging van een juwelier. En hoe ze ook meppen, het glas breekt niet. En er ging meer mis voor ze. Veenendaal. Op 30 april zal de plaats oranje kleuren als koningin Beatrix hier Koninginnedag viert. In het centrum, niet ver van de Koninginnedagroute vol Oud-Hollandse Spelen, ligt dit hoekpand. Sinds jaar en dag het domein van juwelier Van Manen. Het is een echt familiebedrijf. De eigenaar is 40 jaar oud en heeft de zaak overgenomen van zijn vader. Ja, mijn ouders zijn dus in 1959 begonnen met dit bedrijf. En ja, ik draai dus al wat jaartje mee. Ik heb ruim 15 jaar geleden de zaak van mijn ouders overgenomen. Je bent echt zowel met verkoop bezig als natuurlijk met techniek. En dat maakt het natuurlijk heel mooi. De juwelier beseft als geen ander dat hij waardevolle sieraden in huis heeft en doet er alles aan om ongewenste bezoekers buiten de deur te houden. Zo maakt hij gebruik van het beste vitrineglas. We hebben natuurlijk een zwaar inbraakverdragend glas in de vitrinekast zitten. We doen jaarlijks natuurlijk de overvaltraining, zodat we ook weten wat we moeten doen op het moment dat het dan toch overkomt. Op woensdagochtend, 22 februari, blijkt dat hij zijn zaak niet voor niets zo goed heeft beveiligd. Rond 9:30 geven deze twee mannen op een scooter hem een onheilspellend gevoel. En op dat moment dacht ik van, hé, dit zijn mensen die willen overval plegen. En op dat moment ren ik naar mijn collega's toe, pak de telefoon, bel gelijk 112. Het overval bij juwelier Van Manen in Veenendaal. Daders in een zwarte scooter, zwart gekleed. Ze bedreigde eerst personeel en daarna ging de man met de moker, die sloeg dus op de vitrinekasten. En de eerste vitrinekast sloeg hij dus een aantal keren op en dan kwam hij niet doorheen. Daarna pakte hij nog een aantal vitrinekasten en een toonbank. Maar ook dat lukte niet. Al na precies 23 seconden zien de daders in dat hun missie kansloos is. Zonder ook maar één sieraad buiten hebben gemaakt, kiezen ze het hazenpad. En er gaat meer mis voor de overvallers. Vervolgens worden ze op verschillende plekken in Veenendaal gefilmd. Telkens onherkenbaar door dat regenpak. Maar op het eind van de vlucht heeft de bestuurder zijn capuchon afgedaan. En is zijn gezicht even te zien. Meneer Jens, een overval aan de Hoogstraat in Veenendaal zonder buik door twee overvallers in regenpak. Ja, en dat leek misschien een goede vermomming. Maar uiteindelijk hebben ze op de vlucht dat niet constant kunnen volhouden. De capuchon ging af en ik hoop dat uiteindelijk door het beeld ze nu herkend worden. Ook al was het maar heel even, de bestuurder is te zien vlak nadat ze de fietstunnel onder het spoor uitrijden. Kijkt u goed of deze mannen u bekend voorkomen. U kunt de politie ook helpen als u deze mannen die woensdag 22 februari heeft gezien in Veenendaal. Ze kunnen natuurlijk ook zijn opgevallen door die regenpakken. Ja, we weten in ieder geval dat die regenpakken verkocht worden door de HEMA. Het zou heel goed zijn dat ze voor de overval zelf die regenpakken hebben gekocht. En dat ze daar wellicht nog een poosje mee hebben rondgereden. Dat kan opgevallen zijn. Maar wat nog meer opvalt is, het was een keurig droge dag. Het is wel vreemd dat je dan op je scooter in een regenpak gaat rijden. Ja, dat moet iemand zijn opgevallen. Die scooter waarop ze reden is door uw collega's nog op diezelfde dag van de overval teruggevonden. In de buurt van het treinstation Veenendaal Centrum. Dat klopt. Ze hebben uiteindelijk die scooter achtergelaten op de Frans Halslaan. En dat is in de wijk Het Franse Gat. Het is een Piaggio, een Vespa. Niet geregistreerd in Nederland, maar wel een bijzondere. Er rijdt er ook niet zo heel veel van rond in Nederland. En dat kan voor ons wel weer een aanknopingspunt zijn. Het zou best wel kunnen zijn dat ze die scooter, juist omdat die zo bijzonder is, hebben geshowt bij hun vrienden en even hebben laten zien. Nou, is dat zo en hebben mensen dat gezien rond die 22e, dan horen we dat heel graag. Maar wat we ook heel graag horen is of mensen hebben gezien dat ze die scooter hebben achtergelaten in de Frans Halslaan. Ja, weet u al hoe ze verder zijn gegaan nadat ze die scooter daar hebben neergezet in de Frans Halslaan? Nee, uiteindelijk niet. Het kan heel goed dat ze daar in de buurt een vlucht hebben gehad, maar ik sluit ook helemaal niet uit dat ze uit de buurt komen en dat ze juist de scooter daar bij de Frans Halslaan hebben achtergelaten. Met een getrokken pistool lopen ze juwelier Van Manen in Veenendaal binnen. 23 seconden later is het alweer voorbij als de vitrines niet stuk gaan. Wie zijn deze twee mannen die een mislukte overval plegen?
Weet u meer? Bel dan onze tiplijn of neem contact op met M op 0800 7000.